vandaag heb ik een dagvlog voor jullie. Wij gaan voor jullie een shoplog maken. Hoi allemaal, leuk te kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een dagvlog voor jullie. We zijn al begonnen, dus let's go! Alle paarden hebben al eten gehad en laatst voer wordt in de voerbak gedaan. En dan gaan we alles naar buiten zetten en dan gaan we beginnen met kusjes. We staan allemaal al klaar om naar binnen te gaan. Yo, Nina! Kom hier, jongen! Hey! Nicky! Ja, we zijn nog ongeveer 50 paarden of 40 paarden die naar binnen moeten elke ochtend. Dus we laten ze vaak gewoon lopen en dan staan mensen die begeleiden. Zodat wij wat minder werk hebben en dat gaat eigenlijk altijd goed. Eén keer gaat misschien een ander paard de andere kant op, maar voor dat gaat goed. We gaan even verder voeren en dan gaan we zo bezig met de volgende klusjes. Nou, deze meiden gaan zo hooi voeren bij de paarden in het land. De paarden krijgen twee keer per dag met een grote aanhanger hooi gevoerd, zodat ze 24/7 hooi tot beschikking hebben. Nou, de hoefsmid is er en die gaat de hele dag alle paarden bekappen en beslaan. Dus we hebben een lijstje gemaakt en die is nu lekker bezig. Living out of mind, staying up till midnight. I got no complaints, nothing doesn't feel right. Every time you call me, I don't wanna keep you waiting. Why don't you hold me? Cause this is what you got me saying. This is what you got me saying. This is what you got me saying. You don't, you don't, you don't.
this is what you got me saying. Call me. Lately I don't mind staying up till midnight. I got no complaints, nothing doesn't feel right. Every time you call me, I don't wanna keep you waiting. Why don't you hold me? Cause this is what you got me saying. This is what you got me saying. Wij gaan voor jullie een shoplog maken. We hebben vanmorgen van een mevrouw wat spullen gedoneerd gekregen voor de outlet. Dus dat is super lief. En we gaan jullie nu alles laten zien. Ja. Hebben we bonte beenbeschermers. Deze zijn een maat full. En we hebben een speelbalblok waar je voertjes in kan doen. En dan kunnen ze ermee spelen, de paarden. Dus dan hebben we een zwart bontje. Ook een maat full. Dan hebben we gewoon sportbeschermers. Ik denk maat full, want het is wel echt een hele grote maat. Hier. Twee zadelsteunen om nog te kunnen ophangen. Dan hebben we hier heel veel dekens hebben we gekregen. Dit is een van de dekens. En deze is een beetje groot. Dit is een 300 gram steken. Ja. Dan heb ik hier ook zo'n speelbal. Hier kunnen we dus brokjes in doen om verveling in een stal tegen te gaan. Ja, of natuurlijk buiten. En, ja, deze in het roze. Dan hebben we hier, kijk, een bondje. Nog een bondje. Hartstikke mooi. Ik denk maat pony. Of niet? Waarom lach jij? Nou, dit was een shoplog. Ja, dit was de unboxing. Unboxing voor de outlet. Ik hoop dat jullie allemaal komen, want het wordt heel gezellig, denk ik. Het wordt heel gezellig. Kom allemaal. Kom allemaal, yes. Wat ga jij doen? Ik ga op Pila rijden. Wat gaan jullie doen? Nou, we gaan zo lekker op Berend. En we zijn bezig met beleren van hem. En het gaat heel goed, dus Lin gaat hem longeren terwijl ik erop zit. Dus dat gaan we vandaag weer even doen. Ja.
Roxanne en ik zijn naar de Action geweest. En we hebben de hele auto vol liggen en nog wat paardenzakken. We hebben wat nieuwe spullen gehad voor de Airbnb en voor het stagiairhuisje. En de achterklep zit ook nog helemaal vol met alle spulletjes. Dus dat gaan we nu allemaal even wegleggen en uitzoeken. En ja. Nou, we zijn ze toch nieuwsgierig. Ik ga gewoon. Oh my god. Lynn die gaat zo Nila pakken, want we gaan haar sokken scheren. Nila heeft CPL, dus die heeft korstjes op haar, ja, eigenlijk kootholte. Dus de onderkant van haar benen scheren wij kaal, zodat dat onder controle blijft. En daarvoor gebruiken we ook een praam in plaats van door te solderen. Want door de praam komt er eigenlijk een stofje vrij wat haar ontspannen houdt. En het scheren van haar onderbenen doet best wel zeer, omdat je natuurlijk al die korstjes scheert. Dus dit zorgt ervoor dat ze iets meer ontspannen is, rustig is. En dat is dus fijner voor haar en ook voor onze veiligheid. Ja, inderdaad, ook voor onze veiligheid dat we niet zomaar getrapt worden. Of, nou ja, je bent natuurlijk met haar benen bezig, dus het is wat veiliger. Ja, precies. Dus dat gaan we even doen. We hebben hier het scheerapparaat, de praam en nu alleen de powerbook. Try to reach you, but you close your mind. So much to say, the words are hard to find. You're running out of stamina, I see it in your eyes. Let me be your light, we could reignite like fireflies. Nikki is Yara aan het scheren en waarom doe je dat? Nou, Yara heeft Cushing, dus die heeft zoals jullie zien een enorm dikke krulvacht. En zij komt zelf niet makkelijk uit haar vacht. Dus we gaan haar even daarbij helpen. Aankomende week wordt het heel warm. Dus dan is het wel lekker als ze een beetje een dunnere vacht heeft.
driving down the west coast. Days like this, the wind in your hair, all I need is here. See your smile when you look at me, I know everything is fine. Keep breathing, oh, daydreaming, oh, it's just one life. Let's dance around, come closer, driving down the west coast, we are living every second. I know we can get where we want, the sunset comes on days like this, driving down the west coast. The sun, your smile keep me on the road, the sunset comes on days like this, driving down the west coast, driving down the west coast. Can you hear that is the melody? Bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet om te abonneren. En dan zien we jullie weer de volgende keer. Doei!